Goedemorgen allemaal, mijn naam is Evert Oosdam. Vandaag weer een nieuwe video over de site imaging. Nou, zoals ik je zei in de vorige video, doen we dat nu vanaf het water. En ik ga jullie alles vertellen hoe de site imaging werkt op het water. En hoe je eventueel de instellingen kan aanpassen om een nog beter beeld te krijgen. Voordat we de video gaan beginnen, wil ik nog even terugkomen op een stukje feedback. In de vorige video werden er eigenlijk twee opmerkingen gemaakt. Eén was, waarom gebruik je eigenlijk losstaande accu's? Nou, het waarom was ik vergeten te vertellen, dat doe ik nu. Als je je motor start, waar ook je dieptemeter op aangesloten zit, kan je een piekspanning krijgen. Een piekspanning zowel voor het starten dat je te veel voltages krijgt, dat dus eventueel jouw dieptemeter zou kunnen doorbranden. Nou, wat je daartegen kan doen is hem afzekeren. Als je toch, ja, om wat voor reden ook één accu wil gebruiken, zorg dat er dan ten alle tijd op de rode draad een zekering tussen zit. Dus krijgt hij te veel spanning, dat je ten alle tijde je zekering verbrandt en niet je toestel zelf. En als tweede, zeker met de nieuwe toestellen, bijvoorbeeld de Hummingbird Solex, die vragen iets meer voltage. Op het moment dat jij gaat starten en jouw motor vraagt heel veel stroom van je accu, kan het zijn dat jouw dieptemeter uitvalt. Dus daarom hebben we eigenlijk altijd zelfstandige accu's op de dieptemeter zitten. Achter mij is een brug. Nou, waarom deze locatie? Ik wil u dus laten zien. De waterkolom, het is hier vrij diep onder de brug, 1,07 meter, dus we hebben best wel een grote waterkolom. En dan waar de brug eigenlijk begint en de relatie met waterkolom en de brug. En dan kunnen we een duidelijk beeld schetsen hoe dat nou eigenlijk, wat ik in theorie in de vorige video had verteld, hoe we dat nu in de praktijk kunnen zien. Ik ga het jullie laten zien nu. De boot ligt ongeveer 1,06 meter van de brug af. Ik zal de camera even draaien, zodat je dat ook kan waarnemen. Nou, we varen nu langs de brug. 1,06 meter, de zwarte kolom is 1,06 meter diep is het hier. Dat kan je ook zien aan wat de diepte aangeeft. En dan zie je de zwarte kolom. En dan de afstand, die 1,06 meter, het geelkleurige gedeelte, naar de brug. Je ziet daar de zwarte rand zie je lopen, wat aangeeft dat daar het signaal tegen de brug. Nou, als je dus zou kijken hoe ver het is, dan zou je kunnen kijken, omdat de schaal aangeeft 12 meter, dat we 12 meter van de brug afvaren. Dat is dus niet zo. We liggen maar op 1,06 meter van de brug. Dus je ziet hier duidelijk, in dit gedeelte, dat de waterkolom, dat je die altijd ervan af moet halen om de daadwerkelijke afstand te bepalen. Op mijn dieptemeter, de Hummingbird Solex, daar zitten eigenlijk verschillende frequenties. Je hebt eigenlijk drie frequenties die je kan instellen voor de gevoeligheid van je toestel. Nou, om even weer in wat voorbeelden te denken. De gevoeligheid is belangrijk om mee te spelen. Waarom? Je koopt ook geen spiegelreflexcamera van de waarde van een toestel, zeg 3500 euro. Om al je foto's op automatisch te gaan schieten. Nee, je koopt dure toestellen, zodat je ook kan spelen met de variabele instellingen. Ja, en heel veel mensen, ik heb me er zelf in het begin ook schuldig aan gemaakt, pakken een toestel, stellen hem in en willen er eigenlijk niet meer aankomen, want oh jee, als ik de instellingen verkeerd zet. Nou, leer jezelf aan, door middel ook van dit soort video's, te kijken wat je met die toestellen kan. Durf met die knoppen te spelen, durf met die instellingen te spelen. Iedere keer op het water, als watertemperaturen verschillen of het water heeft troebel, moet je eigenlijk die instellingen van dat toestel mee spelen om de juiste scherpte te krijgen. En ja, onbekend maakt onbemind. Als je er niet in verdiept hoe het werkt, is eigenlijk zonde. Je hebt dure toestellen. En dan zet je alles op automatisch. Nou, ik ga jullie het een en ander vandaag laten zien op de toestellen. Hoe je dus met je instellingen kan werken. Dat je altijd onder elke omstandigheid het perfecte beeld hebt. De Hummingbird Solex heeft, zoals ik al zei, drie hertsen.
Hè, dat zijn de frequenties waarmee dit signaal uitzendt. Dat is een 455 kilohertz. Hij heeft een 800 kilohertz. En ja, de Solex heeft ook een mega instelling. Dat is echt, ja, het woord zegt het al, mega. Nou, ik ga jullie vertellen en uitleggen waarom je eigenlijk het beste die drie kan gebruiken en in welke hoedanigheid. Want ja, ze zitten erop. Het zal dus een functie hebben. Ja, en dan moet ik jullie eigenlijk ook even uitleggen ja, waarom dat is. Mijn toestel, de Hummingbird Solex, die kan je instellen tot een breedte zeg maar, van 183 meter. Dus je kan 183 meter rechts en je kan 183 meter links scannen. Nou, je moet je afvragen of dat redelijk is. Dat weet ik niet, dat is aan jezelf. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, zulke afstanden, ja, wat zie je dan nog? Je zou het kunnen gebruiken als je grotere nieuwe wateren in kaart wil brengen. Om obstakels te zoeken. Ja, ik scan het liefste altijd in worpafstand. Rond die 30, 40, max 50 meter. Ik kijk op mijn Navionics-kaart om te zien, oké, waar zijn de potentiële stekken. En in combinatie met mijn Navionics-kaart zet ik mijn site imaging in. Om op die manier eigenlijk ja, de potentiële stekken te zoeken. Kijk, als je niks weet, of bijvoorbeeld in Scandinavië zit, waar ja, bepaalde meren niet eens in kaart zijn gebracht. Hè, dat ook niet door Navionics. Hè, dat je dat weer op je Hummingbird kaart kan inplotten. Maar dat is weer een ander verhaal. Ja, dan is het interessant. Ik heb de instellingen van de dieptemeter gezet op zo'n 50 meter. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik wil jullie gaan uitleggen in de lage frequenties. Ja, hoe je een gebied kan scannen. Nou, hoe groter het bereik, hoe het beste is om dan om die in de lage frequenties te gaan zoeken. Want als jij bijvoorbeeld een grote afstand wil meten en je doet dat gelijk op je mega instelling, ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Die mega instelling die wordt eigenlijk pas interessant als je het beeld heel dichtbij haalt. Het is eigenlijk een focus instelling. Dus wil je grote gebieden scannen, grof scannen, dan gaan we in de lage hertzen zitten. En wil je dichtbij scannen, dan gaan we de mega inzetten. Nou, op die 50 meter gebruik ik altijd de laagste instelling. En tuurlijk kan je altijd zeggen van ja, maar ik wil alles in mega doen. Tuurlijk, maar de functionaliteiten zitten erop. En ik wil ze daarom ook even uitleggen aan jullie hoe je ze kan gebruiken. En als jij zegt, ja, ik doe alles in de mega, hey, be my guest. Rechtsboven bij het toestel zie je het plusteken staan. Als je die één keer indrukt en daarna gelijk de grote draaiknop vastpakt, dan kan je draaien. En middels die instellingen kan je dus de breedte instellen. Nou, dan gaan we hem instellen op 30 meter. Ik heb de instellingen nu op 30 meter staan. En nu zet ik eigenlijk ook gelijk de mega functie in. Want het bereik was klein, dus we moeten nu beter scannen. En waarom beter scannen? De grote afstanden gebruik je eigenlijk om obstakels te zoeken. Die onderwaterheuvels, stenen, pijlers, boeien. Alles waar de vis zich ophoudt. En op het moment dat we eigenlijk het gebied steeds kleiner gaan maken, dan gaan we niet meer kijken naar de obstakels, want die hebben we inmiddels al gevonden. Maar dan gaan we onze focus leggen op de vis. Wat is nu de vis? Zit er vis? En hoe moet je die nu gaan zoeken? En dat doen we met de mega functie. Zoals je kon zien, zagen we in één keer in onze waterkolom een vis voorbij komen op half water. Nou, als je een beetje kan kijken naar vissoorten, kan je hier enigszins een snoek in herkennen. Een langwerpige vis. Nou, de functie, de mooie functie van de Solex toestellen van Hummingbird is druk op wat je ziet. In dit geval drukken we dus op de vis. En dan met het plusje kunnen we hem uitvergroten. En dan kan je eigenlijk zoomen. Nou, met de joystick die op het toestel zit, daar kunnen we het beeld mee heen en weer bewegen. En nu kunnen we dus eigenlijk de vis die we normaal zien, kunnen we uitgezoomd bekijken. Nou, en ik denk, je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker, maar ik denk dat dit gewoon een snoek was die op half water onder onze boot doorzwemt.
Nou, je ziet op de Navionenschaat de uitloper. Op het einde van die uitloper, daar zie je al die hoogtelijntjes. Nou, daar lijkt mij een potentiële stek. We gaan eens even kijken, met behulp van Navionics en de sidescan, of we daar wat vissen kunnen vinden. Vlak voordat ik bij een stek kom, dan stop ik altijd de motor. Ik vaar nooit bovenop de stek. En de laatste 100 meter vaar ik altijd heel langzaam naar de stek toe, met behulp van mijn Ultrex. Nou, op deze stek aangekomen, ja, er ligt niet veel vis. Drie vissen zien we weer op het scherm. Nou, even snel erop aanklikken. Je ziet, op het moment dat je hem aantipt, dan selecteert hij eigenlijk even dat beeld. We drukken weer op het plusje, dan verschijnt het raamwerk. En dan kunnen we eigenlijk inzoomen om te kijken of het is. Nou, waarschijnlijk is dit, omdat het er drie bij elkaar zijn, ik denk zelf drie brasems. Ja, het heeft niet echt de kenmerken van roofvis. Dus we gaan verder zoeken naar een andere stek. Op het scherm zie je nu een groot zwart vlak. Wat betekent dat? Dat is, zwart is eigenlijk wat hij niet kan scannen. He, normaal is de wat je ziet, het bruine, zeg maar. Daar scant het toestel eigenlijk alles wat hij ziet. Een groot zwart vlak, ja, dat houdt eigenlijk in, dat kan ik niet zien. Daar scant hij dus overheen, dan krijgt hij geen signaal, geen beeld. Dus in waarschijnlijkheid ligt daar dus een hele diepe kuil. En daar kijkt hij dus overheen, geen signaal. Dus de zwarte vlakken, in dit geval is het gewoon een diepe kuil. Hè. Dat kan weer interessant zijn om een snoekbaars in te proberen te vangen. Aan de rechterzijde van het scherm zien we eigenlijk drie dotten. Dat zijn waarschijnlijk drie wierbedjes. Ja, dat kan weer interessant zijn als we daar eventueel snoek op willen zoeken. Je ziet duidelijk dat het afsteekt ten aanzien van de zandbodem. Nou, snoek is gek op dat soort plaatsen. Alles wat langs zwemt, dat kunnen ze vanuit de hinderlaag pakken. Dus wil je op snoek vissen, zijn dat de spots om toch even één of twee of drie worpen overheen te maken. Zoals je ziet zijn we nu op een goede stek. Nou, ik heb hem al gemarkeerd, wat je op de Navionenskaart kan zien. Met wat waypoints. Nou, deze instelling gebruik ik eigenlijk heel vaak. Je hebt eigenlijk vier schermen. Je hebt de Navionics-kaart, je hebt de site imaging, je hebt de down imaging en je hebt de gewone dieptemeter instellingen. Nou, met de Navionics-kaart zoek ik altijd het teluut op. En want als je alleen de site imaging hebt, ja, dan weet je niet waar je zijn moet. En op het moment dat ik echt op de stek zit, op mijn waypoints, dan zet ik mijn site imaging aan. Zodat je echt kan kijken van oké, waar zit die vis en in welke richting moet ik gaan gooien. Dit was het weer. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een interessante video vonden. Waar hebben we het over gehad? We hebben het dus gehad over een stukje instellingen. Hoe je het beste je toestel kan instellen op verschillende afstanden, om het zo maar te zeggen. We hebben ook even een stukje feedback gedaan van de vorige video. Dus mocht je nog interessante opmerkingen hebben aan de hand van deze video, schroom niet en laat je berichten achter in de comments. En dan dank ik jullie in ieder geval voor het kijken. En hoop dat het een interessante video was. Vergeet niet even op de subscribe button te drukken als je dit een leuke video vond. Dan mis je nooit een volgende video meer. Bedankt, tot ziens en keep on hammering.